En vrouw houdt. Ja. Minister Van der Wal die stuurt het alternatieve stikstofplan naar de prullenbak. Zelf zagen ze er nogal heil in. BBB-leider Caroline van der Plas en JA21-collega Joost Eertmans. Hun eigen stikstofplan met gezond verstand om bij te sturen waar nodig. Nou, Van der Wal, de minister, die heeft in ieder geval met veel enthousiasme ontvangen. Ze ging er constructief naar kijken. En nu is daar dan de officiële reactie. En blijft er nagenoeg niets van over. Het plan van BBB en JA21 bevat vele onderdelen. Ik probeer u nog een greep mee te nemen. Ammoniak en stikstof scheiden. Nou, daar is even geen ruimte voor, zegt Van der Wal. Het ophogen van de drempelwaarde. Geen mogelijkheid. Net als dat we met welk alternatief dan ook niet onder de juridische verplichtingen uitkomen die Brussel ons nou eenmaal heeft opgelegd. En zo gaat de minister nog wel even door in de kabinetsreactie die ze gisteravond naar de Kamer heeft gestuurd. Ze vinden elkaar eigenlijk alleen op de zogenoemde en veelbesproken kritische depositiewaarde. Die rekenmethode die moet anders. Maar goed, die weg had het kabinet dan ook al wel weer ingeslagen. Kortom, het levert niet zoveel op, die samenwerking tussen de rechtse oppositie en de minister Van der Wal. Het zet de boel wel weer op scherp als vandaag in de Kamer over haar stikstoffonds moet worden gestemd. Denk je dat dat kwaad bloed dan zet en dat ze dan misschien extra lastig het debat gaan maken? Het debat is natuurlijk al geweest, hè? Dus er wordt vandaag alleen gestemd op datgene wat er vorige week is besproken. Ja. Ik denk dat JA21 en BBB teleurgesteld zijn door de reactie. Maar in ieder geval zal BBB zich er niet heel erg veel door laten afleiden, denk ik. Want die zijn natuurlijk nu op regionaal niveau bij de provincies bezig om coalitieakkoorden te sluiten. En daar overeenstemming over te halen met andere partijen. En op het moment dat die overeenstemming er is, kijk eens naar Den Haag. En weet ik niet of Den Haag eigenstandig mag besluiten om ze dat allemaal terzijde leggen. Dus linksom of rechtsom gaat het denk ik toch meer de kant van BBB op. Maar goed, het moet allemaal wel kunnen. En daarvoor waarschuwt Van der Wal natuurlijk wel. Je kan het wel willen, maar als de rechter er een streep doorheen zet, dan zijn we eigenlijk niks opgeschoten. Ja. Je zegt linksom of rechtsom? Wordt het linksom of rechtsom? Daar lijkt het wel op. En vooralsnog is er een meerderheid van de coalitie natuurlijk voor het plan. Het wordt ingewikkelder straks in de Senaat. Want daar is